Nou, ik heb het gevoel dat dit park zo'n beetje alles van mij weet. Ja, ik ben hier in zoveel situaties en met zoveel stemmingen geweest. Dat ik me heel vertrouwd voel bij die bomen. Zo net of die bomen tegen mij zeggen van... Nou, we staan hier al zo lang en we zullen er ook altijd blijven. En ja, hier kun je lekker tot rust komen. Nou, daar ginds is een bankje. En ik weet wel dat het niet mag, maar ik heb daar 16 jaar geleden... de naam van mijn overleden zoontje ingekerfd. En ik had daar heel erg de behoefte toe, omdat ik eigenlijk overal zijn naam achter wilde laten. Want hij heeft maar 3 dagen geleefd en ik wilde toch aan iedereen laten zien dat hij er geweest is. Hier heb ik toen gezeten. Ik zat hier vaak. En ik heb toen zijn naam hier ingekerfd. Zo'n park heeft voor mij ook een beetje te maken met leven en dood. Ik heb van al mijn kinderen heb ik zo'n bank. De bank van Inge die staat bij het Reigerseiland. En de bank van Margot die staat bij het Hettenkamp. En elke week als ik vanuit Arnhem-Zuid kom... dan ga ik even op die bankje zitten om even over mijn kinderen na te denken. Kom mee. We staan hier aan het eind van de Jansbeek. Daarboven ligt het Botaplein. De beek verdwijnt hier onder de grond om verder uit te stromen in de Rijn. Tot 1700 stond hier een korenmolen. Maar in 1900 moest die wijken, die molen, voor huizenbouw. En werd hier de Transvaalbuurt gevestigd. Daar was dus de boerderij van mijn vader. En hier in deze straat, daar op dat hoekje, daar is ook een stadsboerderij geweest. En ja, het was hier dus een hele andere buurt, een hele andere omgeving dan op dit moment. Vroeger toen draafden hier paarden en wagens door de straten. Ik herinner me dat mijn vader hier zijn veulens africhtte. Mijn vader was een paardenliefhebber en die liep dan in volle galop door de straat heen. De buurt die stond te kijken dat hij als een paardenmenner hier bezig was. Overal lagen paardenhopen op de trottoirs, paardenvijgen. Ja, en dat zijn dus allemaal van die dingen die nu uit het stadsbeeld verdwenen zijn. Hier is dan de ingang van de boerderij. Dit is het hek wat al sinds jaar en dag hier de poort heeft afgesloten. Een speelplaats voor ons als kinderen hier. Ik zal het even vastzetten dat hij niet dicht loopt. Hier zien we een rooster liggen waarin mijn vader vroeger de voederbieten voor het vee in liet starten. Heel aardig is te weten dat hier nog onze eigen naam staat, mijn eigen naam. Dat is misschien al 60 jaar oud. Op 17 september 1944 zagen wij hier achter in de straat de luchtlandingen van Market Garden. Die waren het sein tot evacuatie van de hele stad Arnhem. En
ook mijn ouders werden gedwongen om dus te gaan evacueren. Vriendjes waren weg. Familie Kersjes was weg. Mijn ouders die hadden hun wagens volgeladen met huisraad en voer voor het vee wat mee moest. Het was die dag 26 september 1944. Mijn moeder zat voor op de melkwagen, op de bok. En mijn jongste broer en ik moesten het vee aanjagen. Mijn andere broers die hielpen mee om de hele stoet op gang te zetten. In de richting waar wij eigenlijk niet wisten waar we naartoe moesten. Wij gingen in de richting van Sonsbeek. Sonsbeek, dat was namelijk de plaats waar mijn ouders altijd het vee hadden lopen. Ja, het was dus ons eigen land, ons eigen gebied. Op onze evacuatietocht zijn wij aangehouden door de Duitsers en die brachten ons onder hier in kasteel Zijpendaal. Mijn moeder werd te werk gesteld door de Duitsers in de ziekenzalen van het als krankenlazaret ingerichte hospitaal, kasteel. Mijn vader en mijn oudere broer die moesten het vee verzorgen wat in het andere gebouw was ondergebracht. Wij zijn hier tot aan de bevrijdingsperiode gebleven als stadsboeren. Wij mochten in april 1945 niet meer terug naar het oorspronkelijke adres. En daarna zijn we dus vertrokken in de richting van Oosterbeek.